Hoi iedereen, welkom bij alweer een nieuwe aflevering van TerkoCraft. Vandaag ga ik persoonlijk niet echt iets bouwen. Ik ga jullie een rondleiding geven in het park en ik ga ook zeggen wat onze plannen zijn. Dus ik hoop dat jullie dit ook heel leuk vinden in plaats van een keer een bouwvideo weten wat er allemaal te doen staat. Dus onze spawn, waar dat jullie vanaf binnenkort kunnen spawnen, daar gaat zo meteen ook meer informatie over komen wanneer dit allemaal zal zijn. Onze inkom. Maar ook al hier en daar leuke dingetjes hebben toegevoegd. Locket, de magie, wat dit is. Ja, dat moet je binnenkort zelf maar komen bekijken. We gaan natuurlijk nog niet alles prijsgeven in zo'n video als deze. Maar wat we wel al kunnen laten zien is natuurlijk dat de Main Street een volledige metamorfose heeft gekregen. Hier kan je onze social media kanalen allemaal volgen. Dus dat wordt ook een heel leuk plekje. Hier gaat dan ook allemaal informatie komen van wat er allemaal te doen is. Evenementen, vacatures, van die dingen allemaal. Die gaan ook hier mee op de borden terechtkomen. Een ballonnenwinkel. Jullie zien dit nu allemaal nog als dice. Komt omdat het texture pack momenteel nog niet is aangepast. We gaan er ook alles aan doen om het texture pack volledig aan te passen zo snel mogelijk. Dat jullie natuurlijk ook zo snel mogelijk alles deftig kunnen bekijken hoe het moet zijn. De hoedenwinkel in onderhoud, maar hij zou naar het schijnt al wel werken volgens Colin. Zou moeten we natuurlijk ook eens een keertje testen. Eens kijken. De cowboyhoed. Eens kijken, als we erop klikken. Ja, die werkt inderdaad. Dus voor 500 Terco coins kan je de cowboyhoed kopen. Momenteel is dit ook nog de foute versie. Maar dat gaat ook allemaal rechtgezet worden. Eens als texture pack natuurlijk volledig in orde is. Taco Time. Die is van vooraan naar hier gekomen. En er zijn allemaal kleine winkeltjes bijgekomen. Die nog moeten ingericht worden. Dus hier komt nu Terco Bucks. Dicht. Ja, oké, die is dus gesloten. Hier komt een snoepwinkeltje. Ja, en hier nog geen flauw idee wat er allemaal gaat komen. Dit is nu een nieuw project trouwens, waar Jonathan en Colin volledig aan bezig zijn. Wat we ook hebben gedaan is de beach launcher. Die hebben een heel deel ingekort. We vonden persoonlijk dat het niet echt een zicht was dat het zo'n lange baan was. Wat ik ook nog ga doen is hier binnen zit ook nog een schroef. Die gaan we nog meer naar het midden van dat dak plaatsen. Omdat we vinden, ja, aan de zijkant, dan heb je er niet echt heel veel aan natuurlijk. En dan hebben we de kitesurf coaster. Ons reuzenrad. Wat ondertussen ook volledig werkt, het reuzenrad. En ook kijken dat we onze NPC's zo snel mogelijk allemaal terug kunnen plaatsen. Dat is ook nog een heel groot werkje natuurlijk. Want zo het plaatsen van een NPC, je kan maar één NPC op een dag plaatsen, dus dat maakt het wel heel moeilijk. Hier gaat ons bord komen van de Valley. Entopus, die nog moet aangepast worden, de speeltuin. Dan hebben we daar Entriver. De Witch, Jump en Maze, dus het grote doolhof. Ook zeker een aanrader om een keer doorheen te gaan, want het is zeer leuk. Ja, voor mij is er natuurlijk veel minder aan. Ik weet ondertussen dat hij helemaal in elkaar zit, dus voor mij is het een beetje makkelijker. Hier. Adventure. Dragon Splash en Dragon Slayer. Dragon Splash, die wordt ook nog afgewerkt, dus daar is het mechanisme nog niet van volledig. Gaan we ook alle moeite voor doen om alles zo snel mogelijk klaar te maken. Hier gaan we binnenkort ook een hele leuke attractie maken. We hebben ondertussen besloten om hier in het thema van de dwergen te gaan werken. En hier gaan we volledig het Dwarf Mine maken. Hoe dat die er gaat uitzien, ja, voor onszelf is het ook nog een raadsel. We gaan natuurlijk zelf een beetje, ja, op dat moment onze eigen inspiratie wat proberen volgen. En dan gaan we eventjes verder kijken in onze toekomstplannen.
We gaan hier ook een volledig sprookjesbos maken. Dus met eigen gemaakte sprookjes. Deze die gaat nog draaien dat die boom meer hier aan de zijkant komt te staan. En dat we hier onder de grond gaan werken aan Fairy Flight. Fairy Flight wordt een attractie, ongeveer zoiets als Droomvlucht. Maar dan natuurlijk in Minecraft. We mogen het natuurlijk niet officieel Droomvlucht noemen of baseren op Droomvlucht. Dus we gaan er ook echt volledige eigen scènes in maken. Maar het is wel een beetje naar een idee van hoe dat is. Hier hebben we onze canyons. Dus nu hebben jullie eens een keer een volledig beeld over de canyons. Met de Tuftufbaan. De Western Cups. Gold Digger. Onze saloon. Crazy Canyon. En onze draaimolen. Verder is er momenteel nog niet echt iets in de canyon. Hoewel de canyon eigenlijk al veel groter is. We hebben de arcadehal uit de Main Street. Die hebben we ook verplaatst naar de Main Street hier in het Wilde Westen. Omdat we vonden dat hier in het Wilde Westen ook veel beter thuis hoorde dan dat hij eigenlijk thuis stond in onze Main Street. Het spookhuis dat in de Main Street staat, gaan we ook volledig verplaatsen naar het middeleeuwsgedeelte. En we hopen daar in die kelder dan Terco Dungeons te kunnen maken. Een beetje het idee van de dungeons, van Amsterdam Dungeons en London Dungeons, van die dingen. Hier achterin komt ook een attractie. Wat dit gaat worden, dat gaan we nog wel geheim houden. Omdat we gaan proberen er zelf een plugin voor te maken. Als dit niet lukt, gaan we er een soort walkthrough van maken. Met enkele kleine hindernissen die hier achter loopt. En dan komt de uitgang in de gamehall uit. Zodanig dat je dan zogezegd kan gaan gamen nadat je de attractie hebt gedaan. In deze Main Street. In het Wilde Westen zijn er natuurlijk ook nog nieuwe plannen, die jullie nog niet hebben gezien. Er is ook één attractie al volledig klaar, die moet enkel nog een beetje gethematiseerd worden. Dat is hier ook een boomstamrivier. In het begin was alles hier al uitgeteamd, ook als Wild Westen. Maar we hebben besloten om dit deel volledig in de stijl van de Indianen te maken. Dus dat je vooraan het Wilde Westen hebt met de cowboys, en dat je achteraan dan hier in het deel komt met de Indianen. Hier komen dan paarden, dus hier komt zo'n draaimolen met dan de Indianen draaimolen. Wat ik ook ga proberen is hier een leuke attractie te maken voor kinderen. Ik ga ook nog niet te veel prijs geven wat dit wordt. Een paardenbaan, daar zijn we ook al een hele tijd aan bezig. Dat is een duobaan, dus daar kan je kiezen tussen baan 1 en baan 2. En die gaan we ook volledig binnenin en buitenin volledig uitteamen in het Indianen thema natuurlijk. Wat er allemaal nog verder op de planning staat, dat is voor ons natuurlijk al een weet voor jullie een grote vraag. Maar we gaan er nu dus bij deze video enkele dingen van prijsgeven. Als jullie dit leuk vinden dat we dingen prijsgeven, laat dan ook zeker een duimpje achter op deze video. Want dan weten we natuurlijk dat jullie het leuk vinden waar we aan werken. Als jullie iets niet leuk vinden, laat het dan ook achter in de commentaren. Dat we weten van ja, daar moeten we rekening mee houden dat jullie dit niet leuk vinden. En dan ook rekening houden met dingen die jullie wel leuk vinden. Als jullie zoiets hebben van, hey, waarom werken jullie niet in een bepaald thema? Ik zou het leuk vinden om attracties te zien in een ander thema dan hetgene wat we nu allemaal nog van plan zijn. Kan je ook altijd je ideeën insturen. En dan kan je er eventueel zelf ook aan meewerken. Want we zijn nog steeds op zoek naar bouwers. Momenteel hebben we een heel klein bouwteam. We zijn met 3 echt bouwers. Dus dat zijn Jonathan, Colin en ik. En we hebben op dit moment 3 stagiairs die stage lopen. Zijn de Sander, Lars en Mathis, denk ik, of zoiets. Of Matthijs. Als ik fout ben, sorry alvast. Zij zijn op dit moment ook heel veel mee aan het werken, echt al aan attracties. Om te laten zien wat ze kunnen. En dat wij dan ook kunnen bepalen of we hen mee in dienst gaan nemen van ons park of niet. Hier komt een volledig middeleeuws gedeelte. Het is ook de eerste keer dat jullie het kasteel voor ogen zien. Het is een beetje ook gebaseerd op het Disney kasteel, dat je vanaf deze kant een mooi zicht hebt op een kasteel natuurlijk. Daar in die kelder komt dan ook de Terco Dungeons. Het is natuurlijk ook nog niet zeker dat dat al meteen mee met de opening open gaat zijn.
Hier werken we aan China. Dus daar staat de Chinolution. Zo noemt hij op dit moment nog als werkproject. Ik weet niet of die naam zo gaat blijven. Daar moeten we nog even over nadenken. Hier gaat ook nog een weg komen om China uit te breiden. Dit zijn eigenlijk allemaal kleine projectjes van vroeger. Van het middeleeuwsgedeelte dat hier vroeger stond. Maar wat er allemaal gaat gebruikt worden, wat niet, zijn we zelf ook nog niet helemaal uit. Zoals de Met Church. Die gaat er aan de buitenkant hetzelfde blijven uitzien. Of misschien toch enkele kleine aanpassingjes, kan natuurlijk altijd. Maar die gaat dan verplaatsen ook naar het nieuwe middeleeuwsgedeelte achterin. En de Met Church, wat houdt dat in? Ja, dat is ons Met House. Maar we gaan het ook wel volledig aanpassen met een nieuw soort Met House. Dus we zijn bezig, Colin is bezig met een nieuw ontwerp voor het Met House. Dit gebouw was in eerste instantie de bedoeling om een funhouse te worden. Dus ik weet niet of we dat nog gaan proberen of niet. Als het lukt, lukt het. Fun Castle. We gaan het sowieso proberen. Wat eruit komt, gaan we dan zelf wel zien. Lukt het niet, jammer helaas, dan stoppen we daar natuurlijk ook mee. Ja, dit zijn enkele kleine bouwprojectjes die we destijds hebben proberen aanpassen. Die mogen nog uit de server verdwijnen. Een dueling houten coaster. Persoonlijk vind ik hem niet echt heel leuk. Dus ik denk dat we deze niet gaan gebruiken in het park. Hebben jullie toch zoiets van, ja, hij lijkt mij wel leuk, die coaster. Zet hem ergens. Laat het dan ook weten. Dan gaan we proberen om het ook uit te teamen in een bepaald themagebied. Dit was ook een stuk van die themacoaster, in principe in het begin van die daar. Van een baan die ik zelf in het begin had gemaakt. Dat je zogezegd door een arena ging, was er eigenlijk een beetje het idee dat je met zo'n twee paarden met een lans zo weer naar elkaar toe zou komen, dat dat het idee erachter was. Dit is onze beta-coaster. Die stond er voor onze beta-testers. We gaan die ook eventjes laten staan voor het opening. Dus met de opening gaan we die ook plaatsen. Maar dan gaan we wel aan de andere kant zetten voor het openingsevent. Dus we gaan hier een volledig evenement maken met de opening. Hey, ik hoop dat we dat gaan maken. Dat zal normaal gezien wel in orde kunnen komen. Om een klein evenementje te maken om jullie welkom te heten op onze server. Ja, jullie denken nu al van welkom heten op de server. Wanneer gaat die server nu eigenlijk open? Wel, dat ga ik jullie straks ook vertellen. Hier werken we aan het hotel. Achter het hotel gaan we hier ook een volledige Main Street maken. Main Street is veel gezegd. We gaan enkele winkeltjes maken, een bowlingbaan, een uitgangsleven. En hier gaat ook een volledig vakantiepark achterkomen. Dus daar moeten we ook nog aan werken. Hoe we dat gaan uitwerken, hebben we ook nog geen flauw idee van. Dus heb je zelf ook ideeën om een vakantiepark te maken? En denk je van, ik wil jullie komen helpen? Solliciteer kan sowieso via ons Discord-kanaal. Dat vind je in de beschrijving onder deze video. Net als onze Facebookpagina en onze Instagram. Ondertussen hebben we ook naar het schijnt een Twitter-kanaal. Dat heeft ook Colin aangemaakt. Dat gaat binnenkort ook allemaal bekendgemaakt worden waar dat juist allemaal te vinden is. Om meteen met de volledige deur in huis te komen vallen. We hebben hier onze werkruimte. Die we volledig aan het opschonen zijn. We zijn dat naar een ander map aan het plaatsen. Omdat we nu ook werken met twee mappen, zodanig dat we ook kunnen wisselen onder mappen, dat we zonder dat jullie dingen zien, toch aan het werk kunnen gaan om dingen te maken. Als jullie dan op de server zijn, kunnen wij op een andere map bouwen. Op deze plek, dus we gaan heel dit gedeelte gaat weg of achteruit, dat gaan we nog zien hoe we het gaan doen. Hier gaat ook nog een parking bijkomen, dus de parking wordt uitgebreid, omdat we hier ook gaan werken aan Terco Zoo. Dus we gaan ook een dierentuin maken met een kleine safari-rit erin. Wat het verder gaat worden, heb ik ook nog niet echt een flauw idee van. Dat is een project dat Beast Night gaat uitbeginnen werken. En wanneer het gaat zijn, ook geen flauw idee. Maar we gaan er in ieder geval wel ons werk van maken om dat ook mee in orde te maken. Om nog iets leuks te laten zien, gaan we heel eventjes terug richting hier. Hier op dit deel
gingen we normaal gezien kijken om een zwembad te maken. Maar ik ben aan het denken om toch eerst China uit te breiden en het zwembad meer in de richting van het hotel te doen. Dus dat we hier het zwembad gaan maken. Zodanig dat de hotelgasten ook sneller bij het zwembad zijn en de gasten van de camping en het vakantiepark ook veel sneller in het zwembad kunnen zijn dan dat het eigenlijk vooraan ligt. Dus dan gaan we ook hier waarschijnlijk een parking uitbreiden. Zodanig dat we hier ook China kunnen uitbreiden, dat China toch ook een groter themagedeelte zal krijgen. Wat zijn nog de verdere toekomstplannen? Naast China is Jonathan al begonnen met een schip te maken. Dus hier gaan we ook een piratengebied maken. Daar ga ik zelf ook echt wel mijn plezier in hebben, want ik ben gek op piraten, vandaar ook Groentand. Voor de mensen die nog niet weten, Groentand is van een theaterstuk dat ik ooit zelf heb geschreven. Kapitein Groentand op Palmboomeiland. Als jullie willen, zal ik daar ook eventjes een linkje van in de beschrijving zetten, dat jullie ook dit filmpje kunnen bekijken, eventueel op YouTube, als jullie dat een keertje leuk lijkt. Aan deze kant hier gaat er een vikinggedeelte komen. Daar zijn we ook al op de werkplaats bezig met een van de attracties. Die ga ik natuurlijk nog niet laten zien. Dus we gaan nog niet alles prijsgeven. Dit waren destijds onze ontwerpjes voor bomen en lantaarns eigenlijk. Voor in Fantasy Valley. En sommige ervan ga je terugzien, sommige niet. Het kan zijn dat we nog van die kleine boompjes wel gaan toepassen. Hier en daar tussenin. Omdat ik vind dat er toch nog iets te weinig natuur is in de Fantasy Valley, kan het zijn dat we nog enkele lantaarnboompjes gaan toepassen hier en daar. Voor de Fantasy Valley afwijs. We gaan ook ergens een Egyptisch gedeelte maken. Waar dit gaat komen, weten we ook nog niet. We gaan eerst kijken dat de gedeeltes al af zijn waar we echt aan willen beginnen. Maar ik heb het vermoeden dat het Egyptische gedeelte hier tussen het piratengedeelte en het middeleeuwse gedeelte zal komen. Achteraf gaan er ook natuurlijk nog allemaal stukken naar achter verder kunnen lopen, zodanig dat er achter elk themagebied nog gebieden komen om te kunnen blijven uitbreiden, want we blijven natuurlijk niet klein. Als je bekijkt waar we begonnen zijn vorig jaar en waar we nu staan, staan we toch al een heel stuk verder. Goed, wat we allemaal nog moeten doen voorleer we open kunnen, ja, eigenlijk, hoe we het in België zeggen, nogal een hele boterham, hè, dus het is nog wel heel wat. Wat staat er allemaal nog op het programma? Ons Terco-menu, dat werkt momenteel niet. Dus onze warps, die gaan nog langs geen kant op. We gaan proberen de warps zo snel mogelijk in orde te krijgen, een vriendenmenu ermee in te zetten en onze socials ermee in te zetten. Aangezien Advanced Achievements niet meer werkt voor 1.14.4. De plugin werkt wel, maar om een achievement met een commentblok te gaan geven als je op een pressure plate staat, dat lukt niet meer. Tenzij dat je de naam van de speler zelf in de commentblok zet, dan kan het wel. Maar ik kan moeilijk bij elk achievement natuurlijk iedereen die online komt zijn naam er gaan inplaatsen, als je het achievement hebt het terug weghalen, dan maakt het voor ons natuurlijk veel te moeilijk. Dus daarom hebben we besloten om de achievements tijdelijk nog eventjes aan de kant te houden voor de opening. Dus die gaan we niet mee in orde brengen voordat de opening echt van start zal gaan. Even kijken om eventueel een attractie te doen, als het lukt. Is er een attractie aan het gaan? Nee, deze die staat er ook niet meer op de baan. We zullen eventjes een attractie doen, gewoon het feit van toch nog iets extra te doen. Oké, deze moet dus ook nog terug in orde gemaakt worden. Ja, je ziet, er is toch nog wel iets meer werk dan dat je eigenlijk denkt dat er zou zijn. Maar we gaan natuurlijk ons best doen om zo snel mogelijk alles af te werken, dat we ook
zo snel mogelijk open kunnen. En ik zal jullie zo meteen zeggen wat onze planning eigenlijk is om open te gaan en wanneer we eigenlijk zouden willen open gaan. Maar dan gaan we natuurlijk nog heel hard moeten werken. Dus als je wil komen helpen, graag. Solliciteer dan alsjeblieft via onze Discord. Dan kan je je sollicitatie meteen van start gaan. Op onze server krijg je dan een opdracht die je moet doen. Slaag je voor die opdracht, dan kan je mee in de stage komen. Vanaf het moment dat je mee op de stage bent, ga je echt letterlijk direct mee op de werkvloer. Krijg je mee oefeningen en opdrachten om in de server te bouwen. Aan de hand van je bouwwerken die je dan maakt, daarop gaan we dan bepalen of je wordt aangenomen of niet. En ook natuurlijk op het feit van hoe vaak je natuurlijk online bent. Heb je zoiets van, ja, ik kan wel goed bouwen, maar ik heb niet echt heel veel tijd om online te komen. Vanaf dat je zoiets hebt, ik kan op zijn minst 4 uur per week online komen om bij jullie te komen bouwen, dan kan je solliciteren. Dus 4 uur is alles wat we vragen op een week. Eigenlijk is dat niet zoveel hoor, 4 uur. Daar ben je snel aan. En op 4 uur kan je al heel wat gebouwd hebben. Want ik zie hier nu dingen die ik nog niet heb gezien. Om jullie ook niet verder in spanning te houden, ga ik jullie ook melden dat we proberen om zo snel mogelijk open te gaan. Wat is zo snel mogelijk? Wel, we gaan proberen om samen met het pretparkseizoen, dus in april, gaan we proberen mee open te gaan. Omdat we jullie ook niet willen teleurstellen natuurlijk. Ja, het kan jullie misschien teleurstellen dat er nog heel weinig open is, maar dan hebben we ook al feedback van jullie en kunnen jullie ook zeggen van, hey, dit vinden we leuk, dat vinden we niet leuk en dan weten we ook waar we naartoe moeten werken. We hopen om zoveel mogelijk open te hebben. Dus wat willen we allemaal open hebben? Dat is de volledige valley, de Main Street, het eerste deel van het Wilde Westen, van het Western gedeelte. Hopelijk is tegen dan ook het spookhuis klaar in het kasteel. We zien het Terco Castle, de Terco Dungeons. Dus die gaan hier in de grond komen. Je kunt dus de oude locatie laten zien. Dus die gaan we ook nog aanpassen in de Main Street. Vooraleer het open gaat. Maar natuurlijk hopen we dus dat het gaat lukken om samen met al de pretparken, de officiële opening van de echte pretparken, hier ook mee te openen. Dit is nu Library of Nightmares. Dus daar zit nu het spookhuis onder, maar dat gaat dus verplaatsen naar achteraan. Ook gaan we proberen om hier Shinolution volledig af te krijgen. Dat stuk erachter nog niet. Hier zitten ook al 2 kleine attracties die we gaan proberen volledig klaar te krijgen. Panda Garden, denk ik dat die heet. Ik ben nu niet zeker. Of China Garden gewoon. Ja, oldtimerbaan. De pandatuin, die panda garden, hetzelfde als de pandatuin. Dus dit stukje gaat ook sowieso al mee open gaan met de opening. We hopen dat jullie het leuk vinden. Dus als jullie het leuk vinden dat we al open gaan in april, laat dan ook zeker een duimpje achter. Goed. Dit was alweer de video. Ik zeg tegen jullie bedankt voor het kijken en tot een volgende keer. Ciao!